feliciteren en even hier komen. Je bent de 100.000ste bezoeker hier in de Grote Kerk. Een kistje wijn en een bloemenbon voor de 100.000ste bezoeker dit jaar van de Grote Kerk. Het was even schrikken zelfs. Wat overkomt me. Dus ik kom officieel uit Steenbergen, maar ik woon wel in Dordrecht al bijna 6 jaar. Ze zijn er trots op. Ja, ik tel ze allemaal, ja. Want het is alweer een paar jaar geleden dat hier zoveel bezoekers waren. Dat kwam toen door een Calvijn tentoonstelling. 2 jaar geleden was het 70.000, vorig jaar 80.000 en nu 100.000. Daar heeft natuurlijk het koninklijk bezoek in april ook aan meegewerkt. En ook de tentoonstelling in het Dordrechts Museum van de Willem I tentoonstelling. De Grote Kerk zag het succes al aankomen. Want tijdens de kerstmarkt komen hier tussen de 23.000 en 28.000 mensen naar binnen. We hebben hier een gastenboek en daar zien we ook waar de mensen vandaan komen. En het is Verenigde Staten, Japan, China, in Nederland ook Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Zeeuws-Vlaanderen. Overal komen de mensen vandaan. Maar het grootste gedeelte, dat kan wel zeggen 50-60%, komt uit Dordrecht. Voorlopig is de kerk dicht. 1 april gaat hij weer open en start de telling opnieuw. En wie weet, is volgend jaar komen er 110.000.